Dank u wel, voorzitter, ambtsgenoten, lieve collega's. Minister Bart Somers. De moslimbroederschap heeft als logo een Koran en twee zwaarden. Dat is het logo van de moslimbroederschap, de islamofascistische Koran met daaronder twee zwaarden. De ideologie en doelstelling van de moslimbroederschap zitten vervat in het motto. Allah is ons doel, de profeet is onze leider, de Koran is onze grondwet, de jihad is ons middel, sterven voor Allah is onze grootste wens. Aldus de moslimbroederschap. Die wil de wereld, ook Vlaanderen, islamiseren tot een kalifaat waar de totalitaire sharia, de inhumane islamitische wetgeving, heerst. De moslimbroederschap islamiseert samenlevingen door middel van gewelddadige jihad, zoals bijvoorbeeld met Hamas in Gaza, of via een geweldloze, sluipende jihad, oftewel stelt-jihad, socioculturele jihad. Allang waarschuwt het Vlaams Belang voor het gevaar van de activiteiten, beïnvloeding en infiltratie van de moslimbroederschap in Europa en in Vlaanderen. Uit een nieuw rapport van het comité I blijkt dat ook de staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV de moslimbroederschap nu een gevaar noemen. Volgens hen vormt de moslimbroederschap een hoge, ik citeer, een hoge en prioritaire dreiging van extremisme en een vector van radicalisering. Het rapport stelt echter ook een gebrek aan overleg vast met de veiligheidsdiensten en vraagt wetgevende initiatieven tegen de infiltratie van de moslimbroederschap in overheidsstructuren. De veiligheidsdiensten zijn glashelder vandaag. De moslimbroederschap, ik citeer, is een probleem voor onze democratie en de regering moet met oplossingen komen. Einde citaat van onze veiligheidsdiensten. Mijn vraag aan u, minister Somers, is dan ook evident. Welke islamiserende invloed heeft de moslimbroederschap volgens u in Vlaanderen en wat onderneemt u om dit tegen te gaan? Ja, minister Somers, uw antwoord verbaast mij wel enigszins. Ik denk dat het probleem met die moslimbroederschap veel groter is dan u nu doet uitschijnen. Het hoofdkwartier van de koepelvereniging die de belangen van de moslimbroederschap verdedigt, dat is de Council of European Muslims, die bevindt zich hier, waar wij nu allemaal zitten, hier in Brussel. Die is hier gewoon gevestigd op ons grondgebied. En die moslimbroederschap die heeft, dat zegt het comité I, reeds een geheime ondergrondse structuur uitgebouwd en ze is wel degelijk actief, zegt ook de staatsveiligheid, in scholen, in jeugdbewegingen en ook in moskeeën hier op ons grondgebied. Dat zijn dan wellicht niet erkende moskeeën, maar dat zijn dus wel het overgrote deel van de moskeeën. En zover is het dus al gekomen na decennia lang beleid van Open VLD, CD&V en Vooruit. En ik zou u toch nog willen vragen, minister Somers, om te vermijden dat die moslimbroederschap, dat die nu ook doordringt tot overheidsfuncties. Het comité I zegt dat er meer controle moet komen op aanwervingen en dat de regering zelfs tegen eind april al de nodige initiatieven moet nemen. Dus mijn vraag is aan u, welke initiatieven zult u daartoe nemen? Ja, minister Somers, dit is natuurlijk too little too late. Hè? In 2018 schreef ik zelf dit boek voor Vrijheid dus tegen islamisering, waarin ik het gevaar aankaartte van de infiltratie in de takia en dawa-strategie van die moslimbroederschap. Ik schreef, de moslimbroederschap infiltreert, ze heeft hier haar mannetjes, satellieten, filialen en organisaties. Via geld en propaganda versterkt ze al decennia, haar greep op moslimgemeenschappen bij ons. De moslimbroederschap beseft dat ostentatieve haat en geweld afschrikt en contraproductief werkt en dus bewandelen ze een niet-gewelddadige, geleidelijke weg. Ze zijn geduldig en laten in de eerste plaats de demografie haar werk doen. Hun volhardende culturele, sociale en politieke activiteiten zijn een groter gevaar dan de jihadisten. Minister Somers, Oostenrijk is het eerste land waar de moslimbroederschap recent werd verboden. Ik roep dus de traditionele partijen op van in de federale regering, verbied de moslimbroederschap, spoor alle moslimbroeders op en zet ze het land en Europa uit.